Een week geleden had de hoofdtrainer van de Graafschap van allerlei opmerkingen over NAC Breda toen. Het ging over coronabesmettingen en nu zijn jullie getroffen. Ja, dat klopt. Wij zijn deze week getroffen met 4 gevallen. Overigens wil ik wel benadrukken dat onze hoofdtrainer ook vanaf het allereerste begin heeft aangegeven dat het zeer waarschijnlijk is dat ook wij een keer getroffen zullen worden. Dus dat, daar heeft hij steeds voor gewaarschuwd. Hij heeft gehamerd op de strenge maatregelen naleveren. Hebben we ook zo goed nakomen, dat hebben we zo goed mogelijk ook gedaan. Maar helaas blijkt dat het vrijwel niemands deur voorbij gaat. Ja, want hij zei toen, je kunt het voorkomen als je goede maatregelen neemt hier binnen de club. Zou alles echt strak in orde zijn. Het zijn nu 4 medewerkers. Zijn dat medewerkers die ook onderdeel uitmaken van de selectie? Nou, wij hebben aangegeven dat wij vanuit privacyoverwegingen niet zullen aangeven om wie het gaat. Daar wil ik het hier ook graag bij laten. Voordeel van de wijze waarop betaald voetbalclubs met het virus omgaan is dat we voor iedere wedstrijd testen. Dus op het moment dat iemand positief wordt getest kun je hem vrij snel uit die groep of uit die groep mensen halen. In quarantaine zetten, zodat de kans op besmetting bij anderen zo klein mogelijk wordt geacht. Morgen zal er opnieuw weer getest gaan worden, omdat de wedstrijd niet vanavond, maar maandag gespeeld gaat worden. Dus opnieuw gaan we morgen iedereen weer laten testen.